Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 13 mei. Het wordt een mooie dag vandaag met zonnige perioden en wat wolkensluis die voorbij trekken. In de lopende dag kunnen er ook wat stapelwolken ontstaan. Het weer dat wordt bepaald door een krachtig hoge drukgebied, en dat heeft ervoor gezorgd dat we zelfs een record hebben in mei. Nog nooit was de luchtdruk zo hoog in een deel van het land. De barometer die geeft aan op de Wadden 1040,7 hectopascal. Vanmiddag wordt het zo'n 13 tot 16 graden een waait er een matige wind uit het noorden. En vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het snel af. De temperatuur daalt naar zo'n 8 tot 12 graden als de zon ondergaat. Vannacht kan het zelfs tot nachtvorst komen. Morgen opnieuw zonnige periode. Ook zijn er wat wolkenvelden. De temperatuur ligt tussen de 14 en de 16 graden en er waait een matige noordoostenwind. En ook de dagen erna zijn er nog zonnige perioden. Woensdag en donderdag blijft het ook droog en gaat de temperatuur nog wat verder omhoog. Ook vrijdag 16 of 17 graden, maar dan neemt wel de kans op een bui toe. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne maandag.